is een nieuwe dag. Ik heb gisteren niet geüpload. Niemand had het door. En deze maand doen we elke dag een pakje op. White box. Dit is een tafel. Wat was ook zijn? Ik weet het nog altijd niet. Oké, ik had er misschien niet mee moeten schudden. Ik heb het volledig. Als er iemand wil schakken tegen mij. Is dat wel van jullie niet weten, maar voordat ik een bekende YouTuber was, was ik dus wel kampioen van fucking stap 2 2009-2010. Goeie tijden. De champ! Het is bijna 10 jaar geleden, maar de champ! Het feit dat Fortnite echt een kutspel is, een spel dat gespeeld wordt door mensen die zware achterstand hebben, dat wist wel. Deze guy slaat zijn vrouw in elkaar door Fortnite. Ik weet niet wat ze precies aan het doen is, maar ze hebben dus een kleine beef. I said I'll be out soon. Het is een Australische guy. Hij lijkt verrassend wel op Max Mofo, vind ik. Het begint met een kletsje, toch? Gewoon die... Fuck dat, je slag en vrouwen, man. Het begint bij je gewoon een bitch slap, dus dan denk je van... Maat, ga verder. Dus het punt van hoe legit is dit? Wie de fuck laat er zijn stream aanstaan als hij even zijn vrouw in elkaar aan het slaan is, denk. Sorry now! Epic win! Je hoort ook zijn kind op de achtergrond ook huilen. En dan denk je van, oké, hier is hij wel ballistisch genoeg gegaan. Hier heeft hij gewoon die hoek. Heeft hij een goede patat de parneus gegeven. Kijk, dat is nog niet gedaan. Hij gaat nog één keer harder. Wil gewoon rustig die toren maken. Zijn vrouw is al aan het storen. Zijn kind is aan het huilen op de background. Hij is klaar om nog één keer ballistisch te gaan. Go away. Leave me alone. Fuck off your dog. Fuck off your dog. Dat is het geluid. Dat je hoort. Als je een Epic Victory Royale pakt. Dem ook denken aan dit. De gekste Victory Royale ooit. De tong uit mond Victory Royale. Dan moet je wat meer solo victory. Yes! Yes! Ik heb hem! Yes! Beeld je dan in de da! Vrouw slaat in ijs gewoon KO. Oh jongens! Mijn eerste victory! Het is wel echt een gekke victory, snap je? Hij heeft 2 kills. Epic solo victory. Hier begint mijn 100 episodes lange solo Minecraft survival. What you gotta do, what you gotta do, the upload every day. Ik heb hem! Yes! Jullie kunnen er zeker van zijn dat iemand in elkaar gaat slaan, dus ik weet zo. Let's fucking go! Ik kwam van boven, nu ben ik hier. Zien jullie al denken, stop. Iedereen die dit spel speelt is skill level QC. Kom gewoon even checken hoe slecht iedereen is. Het is een wonder dat dit spel nog altijd gespeeld wordt. Dat dit nog altijd zo fucking hype is, man. Enkel voor die big and easy wins. Die big, oh, dikke pot. We gonna fuck him up. Ik heb natuurlijk wel de updates gelezen en zo. Ik weet wat de fuck je moet doen om iemand te killen. Ik ga niet klagen over die kill, die is pretty clean. Big IQ kill. We hebben al meer kills dan QC in zijn eerste solo victory. Oké, fuck it, we gaan get. Woo! Oh, die guy is mad. Die guy is mad. Holy shit, hey yo, fuck up bro. What you gonna do? What you gonna do? What you gonna do? Ja. Hey, fuck royalist. Hoezo die guy gaat mad in mijn rip? Delta Towers is lit, man. Ik blijf erbij. Beste spot om te droppen als je meer dan 2 kills wil en je solo victory run. Zien jullie dit? Dit is camping. Big ass camps. Oké, maar hoezo deze guy is zoveel aan het bouwen? Doe chill. Wat, dat duurde veel te lang. Hij heeft al een scar en zo. Hey, we zijn klaar. Ik heb dit potje weer gewonnen. Mijn vorige video exact hetzelfde als dit. 1 kill. Ik had alle loot van de game en we waren gewonnen. Jullie die dikke pot daar. Ik heb die dikke pot wel nodig. Wat? Wat? Hoezo dit spel is oké? Okay? Ik zie dat. Hij hing eraan. Ik fok niet met die nieuwe items, dude. Oké. Hey, wat een leuk spel. Ik snap waarom dat mensen een vrouw volledig aan elkaar slaan door dit spel. We gaan mensen weer zeggen dat ik huiselijk geweld goedkeur en zo. Kijk, ik keur huiselijk geweld niet goed. Hallo dames en heren, en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe Fortnite video. Mijn naam is Enzo Knol en ik zie een paar hele mooie vliegtuigjes staan. Sorry, ik was even naar een video aan het kijken van mijn favoriete YouTuber. Ik had jullie daar niet gezien. Oh shit. Hebben jullie het broertje van Tease Games al zien dansen op Fortnite? 3, 2, 1, go. Ik ben hier helemaal klaar mee. Helemaal fucking klaar. Tijd om voor één keer gewoon te tonen dat het niet uitmaakt als je 6 maanden gaat Fortnite speelt. Dat je nog altijd gewoon een easy win kan pakken als je lang niet gespeeld hebt zonder je vrouw in elkaar te slaan. Zonder fucking 2 kills te halen. Easy victory royale. Ik zag dit daarnet ook. Rare dynamiet.
Nah. The fuck hoor ik? Er is iemand Fruit Ninja aan het spelen. Mensen moeten fucking normaal doen. Doe chill. Doe chill. Yo. Kom naar... We back! Ik kan niks bouwen, snap je? Ik heb nooit kunnen bouwen op dit spel, dus ik moet altijd zo die gekke counters gooien. Hoe counter je nu iemand die veel bouwt? Gewoon zo de hele tijd meespringen op alles wat je zet en zo. Ik heb die guy gekillt, waar is de fucking loot? Pacer zit de AK-47 in dit spel. Ik weet niet of die AK nice is, maar dit moet wel die Victory Royale worden. Jullie kunnen zeggen wat je wil, maar ik heb die dudes echt zwaar outplayed. Schaam jezelf als je zo fucking veel Fortnite speelt en je wordt gekillt door iemand die super lang niet heeft gespeeld. Dus zitten we weer het leuke deel van het spel, waar je niemand ziet. En het enige wat je... Oef. Yo, en nu... Get the fuck out. Ik wil die AK heel graag testen op iemand. Eerst noodzakelijk healing nodig. Er zit hier niks van healing in. Ey, ik hou van dit spel. Oké, dus hoe gaan we deze guy killen? Ik zag AK testen op deze guy. Hey, dit is een fucking nice gun. Ik fuck weer met dit spel. It's nice. Er ligt hier zelf een golden scar, man. Ik weet het niet, er ligt daar een golden scar, maar AK of golden scar. Ik neem ze wel alle twee mee. Easy wins met die fucking AK. Ik denk dat ze nog altijd niet geleerd hebben dat ze geen fucking overpowered dingen in dit spel moeten steken. Kijk, als je een beetje skill hebt, er is zo'n gun die traag schiet en fucking veel damage hebt. Als je een beetje skill hebt in gamen, dan... Je kan niet geneukt worden met dit gun. Dus iedereen zit in rare vliegtuigen, what the fuck? Ik denk dat het onmogelijk is om gepopt te worden als je op de grond staat er iemand in een vliegtuig. Ik wil niet eens checken hoe het is om daarin te vliegen. Oké, we hebben ons volgende target ook al gevonden. Ik heb 4 boogiebombs. Als ik dit verneuk, dan suk ik echt. Kijk, ik heb 4 boogiebombs. Kijk, ik haat mezelf voor die kill, maar het feit dat ik 4 kills heb, QC had er 2. Dit is de QC challenge, toch? Als je wint, zo hard mogelijk schreeuwen en je vrouw niet in elkaar slaan. De QC challenge. Dit is een nieuwe wakkie. Oké. Hoe rij je hiermee? Oké. Nee, dat is niet de bedoeling. Kijk, maar dit ding maakt veel te veel lawaai. Snap je? Het is ook niet nice. Kan je dan door... Kan je hier dan doorrijden? Kan... Oké. Weg, farm. Yo, dit is para. Ojo. Was hij dan ineens iemand tegengekomen? Ojo. Doe chill! Stel je voor, je loopt hier door en ineens iemand gewoon van de andere kant zo. Is eigenlijk wel een goede spot om gewoon in te zitten, hoor. Ze kunnen je toch niet pakken. Dit is gewoon een goede tactiek. Het is gewoon een easy tactic. Easy wins. Nee, doe chill, doe chill. Doe chill. Al mijn leven zwag, ik denk niet dat dit de easy win gaat worden. Oké, ik heb echt geen flow idee wat de fuck dat ik nu moet doen. Ik heb geen hap, hè. Ik weet echt niet wat de fuck dat ik moet doen. Ik ga geneukt worden. Oké, ik suk echt. Oh, ik suk niet. Oké, we hebben golden AK. We hebben bandies. Dat is het enige wat ik nodig had, oké. De boogiebombs werken nog. Oké, natuurlijk, mijn camera valt uit. Net als ik de gekste kill van de L maak. Het is crazy. I love the fucking boogiebombs, man. Hoe voel ik me hierbij? Ik voel me redelijk goed. Ik heb 75 levens. Ik heb ook zo wat turret mee, denk ik. Ik had gelezen dat die fucking overpowered waren. Ah ja, ik wil dit ding op meenemen, maar... Fuck die scar. Neem de rocket launcher mee. Ik denk wel dat dit redelijk clean victory kan worden, hoor. Oeh. Moet ik gewoon die turret zetten in zijn rug aan. Kijk hoe nice die turret is. Nathan with the place. Nathan with the place. The place. Kijk, niet haten op die kill. It was pretty nice. Een launchpad, RPG. Kijk, ik weet niet wat de fuck dat ik allemaal aan het doen ben. Ik denk dat jullie ook doorhebben dat ik echt geen idee heb wat de fuck er allemaal gebeurt. Maar ik geef echt geen fuck. Snap je? Deze ding. Zo win je een game in Fortnite. Echt gewoon geen fuck geven. Het maakt niet uit of je weet wat je aan het doen bent. Het maakt niet uit of je kan bouwen of niet. Gewoon echt geen fuck geven. Want iedereen is fucking pussy in dit spel. Snap je? Niemand heeft een beetje zelfvertrouwen om te vechten of zo. Nee, altijd fucking hut bouwen omdat dat safer is. Kijk, als je ballen hebt, dan toon je dat je ballen hebt. En dan win je een game. Ik denk dat we camper gespot hebben. Oeh, bitch. Oh, you so dead. You so dead. Oh.
What the fuck? Nee, wat doe je allemaal? Wat zijn dit voor plays? Hey, dit kan echt niet meer, dude. Dit kan een fuck die RPG. Ik fuck met die quad launcher. We hebben twee turrets. Wat zijn dit voor erge plays? Die AK! Die... What the fuck? Wat is dit allemaal? Nee, wat doe je? Wat, jullie zijn allemaal zo fucking slecht in dit spel. Alsjeblieft, stop. Stop met Fortnite spel. Ik meen het. Ik heb 8 turrets. Doe chill. Doe chill. Het is een blauw helm. Het is een blauwe. Yo. Yo, ik ben fucking goed in dit spel. Jullie zijn allemaal echt shit. Ja, kill die blauwe helm. Doe die 9-11. Ja, en hij gaat gewoon terug in zijn ding. Oké. Yo, blauwe guy. Ik weet niet wat je probleem is, blauwe helm. Maar bro, het is klaar. Het is klaar. Het is klaar. Hoezo kan dit? Hoezo kan je blijven bouwen als er iemand met een raket aan het schieten is? Oh, deze guy is niet slecht. Oké. Blijf bouwen. Blijf fucking bouwen. I don't give a fuck. Ik heb een beetje stress, maar snap je? Top 3. 9 kills. Bitch. Blauw helm, je tijd. Het is klaar, dude. Het is fucking klaar. Nu gaat die guy een rare 9-11 zetten op mij. Top 2. Als ik nog 1 kill maak, ben ik gewoon fucking gewonnen. Ik had nooit gedacht dat ik een fucking win ging nemen. Wat is dit? De nieuwe shotgun? Ik ga wel proberen. Wat doe je? Wat ben je aan het doen? Hoezo deze guy heeft zoveel levens? Hoezo deze guy heeft zoveel levens? Ik ben... 11 kills. 10. First try. Fortnite is gevuld met idioten die niet kunnen spelen. Dit is waarschijnlijk wel een van de cleanste victory royals die ik ooit heb gepakt, joh. Jullie zijn allemaal... GG, well played. Ik heb hier niet veel over te zeggen. Gewoon buiten dat ik eigenlijk wel plezier heb gehad. Ik moest stoppen met zeiken op Fortnite. Ik vond het eigenlijk wel een leuk potje. Als er mensen zijn die niet zouden geloven dat ik... En ik heb die victory... Thanks, man. Als er mensen zouden zijn die niet geloven dat ik dit zelf gespeeld heb... Kijk. I'm just recording my video right now. As you can see, we just took the victory right... Yo. Dames en heren, bedankt om te kijken naar deze video. Vind je leuk? Smash dan zeker een duimpje omhoog. En dan zie ik jullie morgen met een nieuwe video. En nu dat ik er eens op let, zien jullie die schoenen die deze skin aan heeft. Die lijken echt verdacht veel die Prada. Hey, thanks for watching. Tot de volgende keer. See you later, guys. Bye. Hello. Een jaar geleden heeft deze guy samen met zijn vriendin een hele pijsje naar mij. En mijn vriendin gegooid zonder fucking reden. Maakt niet uit. Je channel is dood nu. En hij is ook gedumpt door zijn vriendin in 2008. Ik weet wat ik doe. Wat meeste gaan missen is samen slapen. Ah! Ah! Ah!